Gefeliciteerd. Dank je. Hè, met de overwinning. Gaat goed, hè? Gaat heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, toch? Nou komt dat natuurlijk ook deels door de muziek die jullie draaien vooraf, toch? Ja, ik moet wel zeggen dat het de sfeer erin brengt, jij, ja, in de groep. Het is een beetje Nederlandstalig. En wat hou jij zelf van? Nou, ik hou zelf ook wel van wat snellere muziek. Soms een hardstyle nummertje erdoorheen. Dus dat, dat is wel leuk. En vinden die meiden dat dan ook wel, dat hardstyle? Niet iedereen. Niet iedereen. Nee. Zou het mooi zijn als we een soort van combinatie zouden kunnen maken? Ja, ik vind dat leuk. Als er een beetje van beide wat kan, dan is het natuurlijk hartstikke leuk. Zal ik eens kijken of ik mijn best kan doen voor jou? Ja, dat is goed. Ja. Ik kan niet beloven, hè, maar ik ga mijn best doen. Ja, doe maar. Kijk eens, stoomprotomachine. Oh, hoe komt dat eruit dan? Oh, wacht, ik heb een probleem. Moet even Marije bellen. Hey, Ron. Hey, Marije. Ja, ik sta bij de stoomprotomachine. Gezellig, hè? Moet een stoomprootje uitkomen, maar ik weet niet precies hoe het gaat. Nou ja, precies zo wel even. Hey, ik heb ook nog een ander probleem. De dames van het Nederlands elftal... Die luisteren altijd naar Nederlandstalige muziek. Ja? Siri, dat spits, die houdt ze van. Houdt ze van? Hardstyle. Hardstyle houdt ze van. En eigenlijk kan zij dat nooit draaien, maar misschien iets van een combinatie. Zou jij eens in Nederland kunnen kijken of we daar iets mee kunnen doen? Ik denk dat ik wel iemand ken. Ken je ook iemand die misschien een stomper uit een machine kan krijgen? Literally. Ik ga mijn best doen. Doe jij ook je best? Ja. Dag, succes! Ja. Jans, hoe gaat het? Ja, goed. Heel goed. Ja. Renate, ik heb me laten vertellen dat jij speelt met rug nummer 13. Ja. Nou, dat is geen vrije keuze, neem ik aan. Jawel. Ja? Ja. Is dat je geluksgetal? Ja. Oh, jij zou zeggen dat is een ongeluksgetal, maar dat nee, is... Nee, voor mij niet. Heb je veel geluk in het leven? Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, dan hoop ik dat je ook geluk hebt met het blik gooien. Ja. We hebben een toren van 10 blikken met erop 10 pittige vragen. Een oranje speelster krijgt 3 ballen om alles om te gooien. Alle vragen die blijven staan, moet zij beantwoorden. Gooit ze alles om, dan wint ze een oranje leeuw. Ja, en dat is een pittige vraag, hoor. Ja, kom maar op. Ja, natuurlijk. Nou, gooi maar. Kijk eens, er liggen de grond. 1, 2, 3, 4 op de grond. Heerlijk, het is echt wel een lekker begin. En, hup. Oh. Ja. Of ze er nou allemaal nog afgaan, wat misschien met... Ik denk dat ik jou weer terugbreng in je coach. Denk ik ook. Ja. Oh, nou kijk eens even. 1, 2, 3, 4. Niet gek hoor. Kom erbij, Renate, kom erbij. Nou, vraagje 1. Ja. Waarmee kunnen we jou opvrolijken na een verloren wedstrijd? Oeh. Ja, ik zei dat pittig is. Pittige vragen, mensen. Met een knuffel van vrienden of familie. Alleen van familie en vrienden? Ja. Zitten ze ook in het stadion? Ja. En weet je ook waar ze zitten? Ze hebben allemaal in het oranje vak, volgens mij, kaarten. En allemaal, want hoeveel zijn het? Ja, een stuk of 30. Ja, dat is echt heel veel. Voor mij, voor mijn familie. Nou, het stadion zit vol, hoor. Allemaal. Ja, 30 man. Op wie in het team ben je een tikkeltje jaloers? Omdat ze hun haar heel goed zit of omdat ze mooie schoenen hebben, of weet ik. Ja, weet ik. Of veel doelpunten maken. Ja, dan wel Blieke Martens natuurlijk. Omdat ze zo doelpunten maken, toch? Ja, en dat het gewoon zo goed is. Maar jij vindt jou ook heel goed, ja, hoor. Renate, vlak jezelf niet uit. Heb jij wel eens een bijbaantje gehad? Ja, ja. Ik ben wel eens trainer geweest bij een gewoon voetbalteampje, bij de F'jes. Was dat bijbaantje? Kwam je geld mee? Ja. Oh, ja. Wat goed zeg. Ja. Wat leuk. En dat doe je niet meer? Nee. Jammer? Ergens wel. Ik vind het leuk om kinderen te trainen en iets te leren. Dus. Ja, begrijp ik. Laatste vraag. Wat moet er altijd in je handtas zitten? Nou. Nou ja, mijn portemonnee. Ik moet altijd mijn portemonnee in de hand zetten. Renate, dank je wel. Bedankt. Ik vind het jammer dat ik hem niet gewonnen heb. Ja, balen, hè? Ja, volgende keer beter. Zo is het. Oké, dus de ene helft van de kleedkamer luistert dus liever naar dit. Terwijl Sherida veel liever dit soort muziek opzet. Ja, en we zouden eigenlijk een soort van mix daarvan moeten hebben. Een soort van remix moeten maken. En ik denk dat ik wel iemand ken die mij kan helpen. Namelijk de nummer 1 van de wereld in hardstyle. Headhunter!
Merci. Beaucoup. Alle problemen worden vandaag opgelost. Hallo Willem. Hi. Marije. Aangenaam. Ben je al begonnen? Wat denk jij? Ik ben al klaar. Echt? Ja. Nou, laat horen. Nou, het eerste struikelblok is natuurlijk tempo, want mijn hardstyle is eigenlijk veel sneller dan het origineel van André Hazes. Wij zijn oranje. Het is heel lekker, maar het is een beetje sloom, dus dat heb ik versneld. Wij zijn oranje. Ja, snap je? En vervolgens de melodie. Ik heb gewoon precies de melodie van de stem gevolgd. Wij zijn oranje. Ja. Het is echt exact hetzelfde. Ja. En dan natuurlijk eventjes een harde kick eronder. Dat is... Hij wordt ook helemaal enthousiast als hij dit zegt, een lekkere kick eronder. Dat is natuurlijk kenmerkend voor dit genre. Als je dit geluidje hoort, dat is zo'n kort stukje, maar dat maakt het juist zo moeilijk. Maar als je het samen hoort... Ja, dat vond ik zo. Dat is iets. Ja. Wat denk jij, Willem? Is dit een beetje een nummer om te draaien in de kleedkamer? Het is best wel opzwepend, zeg maar. Je krijgt er veel energie van. Sterker nog, ik denk dat de sleutel is tot de overwinning. Ja? Dat hebben we nodig. Daar gaat Sherida wel heel blij mee zijn, denk ik. Nou, die remix is wel leuk en aardig, maar ik ben benieuwd of iedereen hem wel leuk vindt. Zijn we er klaar voor? Ja! Wij zijn daar gaan Ron en Sherida wel blij mee zijn. Vriendet, welkom bij Banketteketet. Ja, dank je. Banketteketet. Banketteketet, je mag draaien en dan gaan we je een vraag stellen. Hoppakee, oh, goed zo. Zeg, het is een vrije tijd. Hoe laat gaat de wekker op een vrije dag? Morgen, nou, in morgen, niks zeg. Is dat A, 7 uur? Is dat B, 10 uur? Of is dat C, hij denkt gaat helemaal niet? Nou, gaat onderstaande adres. En wie weet, win je dan wel deze bal? Hupsakee, hier naar binnen staan. Heel goed, maar 21, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Hey, dankjewel. Oh. Gisteren teken ik een prachtig oranje Levin. Oh, wie was het? Tada! Heel leuk. Dat is toch leuk? Ja, ik vond het echt. Als jij nog even je handtekening hierop wilt zetten. Ga ik doen. Hopla. Als jij nou benieuwd bent of jij deze tekening gewonnen hebt, ga even naar het onderstaande adres. En wie weet, is deze tekening dan wel voor jou? ZapSport is er ook online. Met het WK-journaal en alles over de Oranje Leeuwin. Ja! En veel meer. Volg ons op YouTube en Instagram. Daar ben je weer. Ja, daar ben ik weer. Nou hoop ik dat je een beetje tevreden bent. Luister even. Dan komt ie hoor. Ja, dit is wel leuk. Vind je het leuk? Heb je gemaakt? Nou, niet ik persoonlijk. Nee. Ik niet persoonlijk. Okay. Maar wij vonden dit best wel heel leuk. Ja, ik vind het leuk hoor. Ja, toch? Ja, en andere meiden ook wel, denk ik. Toch, hè? Want het is deels Nederlandstalig en het is ook een beetje wat jij wil. Dus dan kunnen wij dus nu jou dat geven en dat ga je dan in de kleedkamer draaien. Ja, dan draai ik deze ook. Ben je dat er dan weer een overwinning in zit? Nou, dat hoop ik wel, ja. Absoluut. We zijn natuurlijk wel op een WK, mevrouw. Tijdens het WK vrouwenvoetbal is ZapSport er elke dag. Ik had gewoon rood, wit, blauw ook goed geregeld, hè? Oh. Geen van de slingers, zou ik je zeggen. Dit zie je morgen. Zing een lied van Jan Smit. Stukje mag, hoor, een stukje. Wij zijn Nederland. En ieder... Nee, oké, okay, een ander liedje. Hoppakee, kijk, dat is een betere trap. Kijken dus. Yes! Yes.